S-Heerenberg is een heel mooie historische stad. Met heel belangrijke momenten in de middeleeuwen. We hebben een formidabel mooi kasteel. En dat kasteel ligt ook nog bijna in de binnenstad. Nou, als je die koppeling maakt van de historische tijd met de ligging in de binnenstad en de historische binnenstad, dan is het 1-1 is 2 en dan is 1-1 kasteelstad. Ja. Wat heel erg leuk is, dat we hier in ieder geval een initiatief zien van lokale ondernemers, betrokken partijen, om iets met de stad S-Heerenberg te doen. En men is op de naam Kasteelstad gekomen. Ja, het heeft voor de gemeente natuurlijk een groot belang dat, of het nou S-Heerenberg is of een andere kern, dat we proberen iets te doen in die leefbaarheid. En het is ontzettend leuk om te zien dat er hier zoveel energie is om dat te proberen van de grond te krijgen. Wat verandert er daardoor in S-Heerenberg? Wat verandert? Kijk, het gemeentebestuur heeft een masterplan opgesteld om de binnenstad te restaureren. We richten nu een museum op zelfs, hier in S-Heerenberg. En ja, als je dat weer koppelt met elkaar, ja, dan is het toch belangrijk dat je er meer mensen hiervan laat profiteren, punt 1. En punt 2, dat die mensen hier verblijven. Wat het op zou kunnen leveren, als je het heel erg goed doet, is dat je hier meer bezoekers in de stad krijgt. Dat je dus meer klandizie krijgt voor al die ondernemers die hier hun boterham verdienen. Dat je een stukje exposure krijgt, uitstraling. Ik denk dat dat voor de gemeente van groot belang is. U zei als ze het goed doen, wat bedoelt u daarmee precies? Nou, dit zijn natuurlijk de plannen. Men heeft ideeën over hoe je S-Heerenberg beter op de kaart kunt zetten. Het moet natuurlijk allemaal nader uitgewerkt worden. Daar is ook geld voor nodig. Daar is mankracht voor nodig, menskracht voor nodig. Dus we zullen met z'n allen heel inventief moeten zijn om het echt tot een mooi succes te laten worden.